I'm a traveler, far from home. I get lost, but I press on. 'Cause there's a mansion and streets of gold where I belong. Yes, there's a day coming soon where the old will be made new, and heaven's glory shines like the morning before our eyes. Welkom bij weer een video voor tweelingvlammen, lichtwerkers. Het is vandaag 1 januari. Ik wil jullie allemaal een heel gezond en gelukkig 2021 toewensen. Ik begin niet echt met goed nieuws. Er was een hele mooie laatste video dat er een kans was voor hereniging van tweelingvlammen, nog in 2020. En let wel, dat is altijd een kans. Ik volgde dan ook op de voet waarom herenigingen niet plaatsvinden. Want dat heb ik ook doorgekregen. Het heeft niet plaatsgevonden. En ik heb gevraagd wat daar dan achter de schermen speelt. En dat was, daar werd ik niet echt vrolijk van, moet ik je zeggen. Het heeft te maken met nog de karmische relatie. Dit bericht is natuurlijk niet voor iedereen. Dit is echt een specifieke boodschap die ik heb doorgekregen. Ik heb het vermoeden dat het over mijn tweelingvlam gaat. Maar ik moet het ook naar buiten brengen. Dus ik neem aan dat het voor meer mensen geldt in die karmische relatie. Bij kerst al heel veel ruzie. En dat is gisteren niet anders geweest met oudjaar. Veel ruzie, veel vijandigheden. Maar waarom? En dat had ik ook al wel aangekondigd in de laatste video, dat er qua geld problemen zouden kunnen komen. En ik heb nu doorgekregen dat dat inderdaad zo is. Deze lag op het recente verleden, de legging die ik gisteren deed. En dat is deceit, dus bedrog. En deze kaart zegt ook, hou je geld in de gaten. Maar er zijn meerdere betekenissen, dus ik wist het nog niet gelijk dat het om geld ging. Maar wel in ieder geval bedrog. Daarvoor met de traditionele tarot een legging gedaan en toen was het zware 7, dat iemand uit een kamp weggaat, sneaky, met 7 zwaarden. Dat wijst meestal op diefstal. Maar toen lag deze dwars, de Blossoming Abundance, die lag dwars. En deze zegt, het geld glipt je door de vingers. Het glipt je gewoon door de vingers. Dus het wordt, het gaat weg. En deze lag bij invloed van anderen. Dat is een negatieve invloed op de kop. Iemand die, ja, coin. Weer met geld, vrouwelijke energie. Dus een vrouwelijke karmische partner, invloed van anderen. Ja, en toen wist ik het. En toen heb ik nog een extra bevestiging gevraagd en verdomd, toen kwam deze eruit. Stealing money. Dief, archetype dief. Ja, toen wist ik het natuurlijk gelijk. Er is dus in een karmische relatie
die ten einde loopt, want dat krijg ik ook door, of althans, de persoon probeert zich ervan los te maken, maar de ander is daar zo jaloers of boos over, wraaklustig in. Dat is deze energie op de kop. Die zal ik er ook even bij pakken. 42. En dat, ja, die persoon is zelf ook angst voor verlies van geld. Fearful about finances. En de persoon heeft ook een gebrek aan waarde voor zichzelf en haar eigen leven. En het is iemand die reducing your money. Shows a woman who may be reducing your money. Dus bedrog, geld glipt door de vingers, of het vliegt weg. Invloed van anderen, een vrouw die money, reducing money en nog de dief. En ruzie erover. Nou, dat was voor mij duidelijk. Dus nogmaals, dit is een algemene reading, hè? Dat geldt absoluut niet voor iedereen. Als dit soort video's, moet je echt kijken en in je hart terecht laten komen. En als het echt een aha-ervaring bij je geeft, een aha-erlevenis van jeetje mina, het lijkt wel over mij, dat het een boodschap voor mij is, dan is die voor jou bedoeld. En het kan natuurlijk ook zijn dat het over een iemand gaat, jouw geliefde, hey, dag schat, die achter de schermen in die karmische relatie dit meemaakt. Maar goed, dat dat zou kunnen. Dit geldt in ieder geval voor een aantal mensen. Kijk, deze lag er ook. En dit wil zeggen van dat je een kans mist. Dat de kansen worden gemist. Kijk, dat dit toch gebeurd is, is toch ook wel waarschijnlijk toch een uitvloeisel van geen beslissingen nemen. En of belangrijke beslissingen uitstellen. Zodat je steeds een zwaardere meer zware levensles krijgt. Omdat je geen knopen doorhakt. Kijk, als je weet dat iemand het niet meer het juiste, het goede met je voor heeft, maar je blijft in elkaars invloedssfeer, ja, dan kunnen dit soort dingen natuurlijk dan gebeuren. En dan, op dit moment, ja, is er dan ook weer verdriet, gebroken hart, van hoe, ja, want hoe kan iemand je dat aandoen? Dus, mis geen kansen voor de persoon die zich hieruit los moet maken. Zo'n destructieve relaties en ja, vreselijke ruzies. Ik had eigenlijk gewild dat ik ander nieuws kon brengen. Maar ja, het is even niet anders. Ik ga deze set maar weer gebruiken. Ik heb alles weer teruggestapt. Nee, Bowie. Nee. Nee. Het is nou niet playtime. Nee. Anders moet ik je eventjes wegbrengen naar het andere kamertje. Nee. Ga maar zitten. Ja, we gaan even kijken nog hoe het met Bowie gaat. Ik vind hem altijd wel leuk om hem er om me heen te hebben. Maar als hij echt de kaarten op gaat vreten, dan... Nou, het ging inderdaad niet goed met Bowie. Die, die wou spelen. Dus ik heb hem heel eventjes in een andere ruimte gezet. Ja, dan gaan we beginnen met de kaarten van Sandra en Taylor. Deze kaarten lees ik rechtop en op de kop. Bij de meeste kaarten doe ik dat niet, maar bij deze dus wel. En dan gaan we kijken of we weer de diepte in kunnen. Ik ben benieuwd.
denk, ja, ik vrees dat er niet zoveel nieuws. Het zal een herhaling van patronen zijn die weer naar voren komen. Vermoed ik. Kijk, ja, wauw, hij komt nu rechtop onder het dek te liggen. Dit is die magier, heb je hem weer. Dit is echt het vervolg op die andere readingen. Dat het om iemand gaat die een transformatieproces heeft doorgemaakt. En samen met een karmische partner, waarbij de een dus nu meer heelheid heeft bereikt. Dit is iemand die heel is, of meer heel is. Flink in de spiegel heeft gekeken, hè, naar zichzelf, innerlijk werk heeft gedaan. En nu meer de yang en de yin, mannelijk en vrouwelijk, in balans heeft. En dat er om verder te kunnen groeien. En niet te stagneren en niet in een status quo te blijven, moet deze persoon zijn ware potentieel gaan leven. En een nieuwe uitdaging aan durven. De risico's durven nemen. Dat is de leidraad. Op de kop is het dus dat je die kans mist. De magician, kijk, dat is die magier. Knowing your and using your true power. Het gaat om iemand die het nu moet gebruiken. Zijn hernieuwde spirituele kracht. Het is iemand die wijzer is geworden. En dat deze persoon nu magisch kan gaan scheppen. Ja. Een belangrijk en krachtige tijd is voor deze persoon aangebroken. En dat je dus een nieuwe area, dat er nieuwe avonturen voor jou zijn weggelegd. Op weg naar je bestemming. Ja, oké. Okay. Nou, ga ik wat verklarende kaarten vragen uit de traditionele tarot. Bij de advieskaarten bij je toekomst. En dan ook bij jou een verklarende kaart uit de traditionele tarot. Laat hem er maar uit. Dit moet hem wel zijn. Kijk, besluiteloosheid. Dit is het precies. Vasthouden ook aan die, bepaalde valse verlangens, illusies. Die leg ik er ook bij. Maar dit is het. Dit is die besluiteloosheid. En daarom, er worden geen, die magier die neemt die belangrijke beslissing niet. Die stelt dat iedere keer maar uit. En waar het dan mee te maken heeft, dat kan dus ook met geld te maken. Angst voor verlies van geld. Of jezelf toch wijs maken, omdat het je als een, ja, de veranderingen als een molensteen om je nek hangt. Dat je jezelf dan toch maar wijs maakt van, nou ja, zo erg is het ook weer niet de situatie waarin we zitten en we maken er maar weer het beste van. Zoiets. Ja. Misschien ook bang voor verlies van geld. En dan weet je, als je dat als magier hebt, hè, dat je toch zelf ook bang bent om je verworvenheden te verliezen, dan raak je het juist kwijt op de een of andere manier. Zo werkt dat. Omdat jouw ziel, jouw goddelijk zelf en de geascendeerde meesters jou niet in die status quo of in die illusies wil houden. Je moet je ware potentieel gaan leven, waar je hiervoor geïncarneerd bent. Dienstbaar gaan zijn aan je missie en aan de hogere wil. En dat is deze, iedere keer die vraagt je van,
Wie ben je van dienst? Je hoger wil of je lagere wil? Ja. Oké. En dit inderdaad, besluiteloosheid. Er worden geen beslissingen genomen. Nou, er is toch weer meer kracht. Dat is nu... Kijk, iets met geld. Ook weer... Ja, walking away. Uit die situatie naar gelijkgestemde zielen. Hier. Invloed van anderen. Het is een... Hier ligt hij als mannelijke energie. Maar dat kan dan de mannelijke energie in die vrouw zijn. Of... Het kan natuurlijk ook een man zijn. Maar die heeft het niet het beste voor. Door de spirit. Toch weer iets ouds. Die zon op de kop. Kijk, klaar om uit te breken. Klaar voor een nieuwe liefde. Die liefde die er is. Daar zal ik zo op terugkomen. Die situatie. Daar is die persoon ook naartoe geleid. Hier. Hoop dat je nou eens naar die spirit in jou. Die heilige geest die door jou heen spreekt. En wat je door de synchroniciteit naar je toe krijgt. Aan boodschappen. Om je te met gelijkgestemde zielen. Dat is deze kaart. En ook het leven te gaan vieren. Deze persoon is klaar om te groeien. Niet door lijden, maar door vreugde. Met in vreugde verder te groeien. Maar deze persoon kiest onbewust nog steeds om te groeien door lijden. Dat is zo bizar. Maar toch, er zit toch een groei in. Want deze persoon heeft toch in het recente verleden krachtiger geweest. De leeuw in deze persoon. Het kan ook nog zelfs het gaan over een leeuw. Recente verleden, meer in de kracht gestaan. Want die komt toch wel recht op naar voren. Dus is er geen stilstand. Is er wel een vooruitgang. Maar toch nog sluiteloosheid. Waardoor dit ook weer heeft kunnen gebeuren. Kijk, dit onbewust is er dus toch iets. Een issue in de angst met geld. Maar deze persoon moet gaan vertrouwen, ook al verliest deze persoon in het hier en nu geld, dat het op de langere termijn weer goed kan komen. Ja, want deze, die komt rechtop naar voren. En dat wil zeggen dat die deur gewoon overvloed, hè, dat het je gewoon goed gaat, ook financieel, ja, die ligt onbewust gewoon rechtop. En dat nieuw begin ten aanzien van een bepaalde carrière of financiën, dat ligt hier gewoon ook voor je klaar. Dus dat komt goed. Wordt potentieel for exciting new beginnings or expansion where work or money betreft. Nou, nieuwe kansen. Totaal onverwacht. Maar kijk, deze persoon is dan klaar om meer zijn missie te vervullen. Daar wordt hij naartoe geleid. Ook al, kijk, maar dat is het, hè, van je weet dan nooit precies wat er gaat komen. En daar moet je... dat is het vertrouwen hebben in spirit. Dat je, als je eenmaal die magier bent, dat je je laat leiden door spirit.
En dan weet je eigenlijk nooit precies wat je morgen gaat ontvangen. Kijk, ik werk nu al tijden in mijn missie, hè? En ik weet eigenlijk in geen enkele maand of ik die maand rond zal komen. Dat is echt heel bijzonder. Ik word continu eigenlijk, ja, of getest, of in ieder geval. Ik moet continu, elke maand weer, vertrouwen op Spirit. Dat het goed komt. Soms heb ik dan een paar weken helemaal geen aanmeldingen. Dan denk ik, nou, zo, straks kom ik niet meer rond. Maar het komt altijd weer goed. En dat is het vertrouwen hebben in... En zeker als je werk doet vanuit die puurheid, vanuit de missie, overgave aan Spirit, dan komt het altijd goed. Maar deze persoon is daar nog net niet waarschijnlijk. Het vervullen van die missie is er nog niet helemaal in manifestatie. Maar daar wordt die persoon wel naartoe geleid. Maar dan moet je eerst het oude achter je laten. Kijk, je moet weglopen uit het oude. Anders kan het nieuwe zich niet manifesteren. En deze persoon wordt niet zozeer direct naar nieuwe poen geleid. Of naar een verdienen van geld geleid. Deze persoon wordt veel meer geleid naar eerst de liefde. Gelijkgestemde zielen. En dat geldt voor heel veel mannen in een karmische relatie. Dat weet ik gewoon. Dat is me ook al geregeld doorgegeven. Voor vrouwen ligt dat anders. Vrouwen worden juist meer geleid in dat tweelingvlamproces. Veel meer geleid naar onafhankelijk zijn van een partner. Die codependency, de afhankelijkheid van een partner loslaten. Leren om onafhankelijk te zijn, te vertrouwen op Spirit en om je missie te gaan vervullen. Dat is het pad van de vrouw. Maar de mannen die hebben zich vaak juist veel meer gericht op carrière, geld, verdienen, dat soort dingen. En die hebben wat meer nog te leren in die waarlijk intiem zijn en waarlijk liefde geven. Dus die mannen worden veel meer geleid naar die liefde. En om daar je te groeien, te leren, te helen, je angst te overwinnen, om waarlijk die ware liefde te ervaren. Maar er is dus nog een karmische partner. En daar is toch te veel besluiteloosheid in. En kijk, dan krijg je dit weer, invloed van anderen. Daar krijg je die... En dat is de vervormd mannelijke energie van de ander. En dat is heel erg kritisch. Naar beneden halen. Kijk, het is een mannelijke energie. Dealing with love and emotions. Maar als die mannelijke energie ook in de vrouw vervormd is, dan krijg je anger. Heel veel woede. Iemand die deceitful, bedriegt. Nou, daar hebben we ook over gehad. Hè? Ook met geld bedrog. Heel erg quick to criticize. Heel erg snel om harde kritiek te leveren. Maar dat komt allemaal voort uit zelftwijfel. Ook al zou die persoon het nooit toegeven. Dus ja. Kijk, en het is wat dwars ligt, is dat die persoon zich niet bevrijdt. Kijk, hij ligt op de kop. Maar deze zegt, bevrijd je uit die oude... oude energie, die oude manier van doen, hoe met problemen omgaan. Je,
Kijk. Ready to you are ready to break free from the habits and patterns that have kept you tied up for so long. Get ready to free yourself. Nou, dat is het precies. Deze persoon is er klaar voor om uit te breken vanuit gewoonten en patronen dat jou gevangen heeft gehouden. En dat is een patroon in de in de karmische relatie. Kijk, want deze is al voor je weggelegd. Dat is die deur naar de nieuwe geliefde. Zelfs je spirituele partner, want dat voel ik heel sterk. Al een aantal video's. Dat werd ook bevestigd. Kijk, een nieuw begin in liefde. Het is een... kijk, daarom weet ik dat. Kijk, want hier staat deze relatie bestaat al. Already exists in energetic potential. Het is er al. Het bestaat al in energetisch potentieel. Dus als deze verschijnt, dan moet je die deur openzwaaien naar die nieuwe liefde die met jou resoneert. Resonant connection. This may be a call from a past life. Zie, dat kwam in de vorige video ook naar voren. Je geliefde uit de vorige levens, dat is je spirituele partner waarmee je herenigd kan worden. Nogmaals, deze persoon heeft wel meer in zijn kracht gestaan. Maar het is nu nog steeds tijd voor actie. Niet zozeer om te gaan mediteren. Kijk, want hij ligt op de kop. En dat wil zeggen, het is tijd voor activity. You may be required to take more action concerning a project or situation. Je moet nog steeds in actie komen. Niet op je lauweren gaan rusten. Want je moet hieruit. Je moet hier weg, uit weg. Bevrijd jezelf, weglopen. Nu definitief dat hek dicht doen. Je niet richten op geld. Want het is de ironie is dat deze persoon dan ook bestolen is van geld. He, dus je maakt je er zo druk om, maar dan zorgt het universum dat je hoe harder jij ergens aan vasthoudt, hoe meer jij ergens aan vastklampt, ja, hoe meer het je wordt afgenomen. Want dat is een oude ego-strategie. Wat gebaseerd is op angst en gebrek en tekort. He, en je moet gaan vertrouwen op spirit dat ook die deur qua gewoon overvloed, dat je gewoon in overvloed kunt blijven leven, dat die deuren gewoon openzwaaien als jij de juiste beslissing neemt. Als jij je bevrijdt uit die oude patronen en die gewoonten om met problemen om te gaan zoals je het altijd deed. En dat is eigenlijk gewoon vluchtgedrag. He, dat je het niet aanpakt. Wikken en wegen en geen beslissingen nemen. Nou, daar krijg je ontzettend veel ellende van, ruzies. Hè? Deze is dus anger. Je haalt je naar beneden. Agressief. Verbaal kan, hè. Daar wordt gezegd, set boundaries. Nou, waarschijnlijk is dat wel meer gebeurd. Maar toch in een bepaalde situatie gebleven. En hoe komt dat dan? Nou, die sun op de kop. Die sun op de kop, dat is de conclusie. Deze persoon heeft toch nog in toegestaan dat iemand anders emotionele controle kon nemen over jou. De ander je weer uit je kracht heeft gehaald. In het verleden was er kracht. Gaat iemand een oude strategie door je naar beneden te halen. En dan wop, zit je weer in een oude zelftwijfel. Reclaim your power, zegt deze kaart. Take back emotional control of your life. Stop focusing on the clouds. Stop om je te focussen op de moeilijkheden. Want je moet je focussen juist op je bevrijding. Kijk, ga weg hier.
uit. Je moet hieruit weg. Wegwezen. Letting go, moving on. Hier. En doe dat hek achter je dicht. She is closing the gate behind her and is walking away into a misty unknown future. Dat is dit ook. Wees niet bang voor, voor het onbekende. Want dat is juist waar de magier naartoe wordt geleid. Dat je je helemaal senang voelt in het onbekende. In volledig vertrouwen dat je geleid wordt. Snap je? Dus ieder stapje, je weet niks van de toekomst, hoe het zal gaan. En het ego is altijd, die wil zekerheid, die wil zeker weten dat het goed gaat, bladibla. Nee, vertrouwen hebben in jouw manifestatiekracht, in jouw magische vermogens om zelf de situatie te scheppen. Dat is een heel ander uitgangspunt. Nou, en deze is inderdaad, die zeven, die community, is je gelijkgestemde zielen. Connection with kindred spirit. Zie je dat? Dus ja. Het is een het gaat ook over een connectie. The time is right to make such new connections and to share your intentions. See? Like the happy family card, this could also indicate a party or celebration of some kind. Het wordt tijd om te vieren dat je meer in je kracht bent gaan staan, dat je innerlijk innerlijk werk hebt gedaan en dat je klaar bent voor een nieuwe fase in je leven. Dat je het nu niet richt op geld, maar op het kunnen liefhebben. Dat is nou waar deze persoon naartoe wordt geleid. Laat die drang naar een nieuw begin voor carrière, voor geld, los. Dat komt later. Dat ligt nog in het onbewuste. Deze persoon wordt eerst naar de liefde geleid. Leren liefhebben. Dat is waarmee we de wereld op een hoger plan krijgen. Met onvoorwaardelijk leren liefhebben. Juist de focus op geld en materie, daar moeten we vanaf. Oké. Ja, kijk. Kom in balans. Kijk, want deze... Dit is die prachtige balanskaart. Kom in balans. En maak vanuit die balans direct je keuze. En hou ermee op om besluiteloos te zijn. Kijk, want dan krijg je die... Dat is je vrouwelijke energie, dat is je intuïtie, dat is je poink. Je weet wat je moet doen. Temperance, de balanskaart. Fantastische kaart. Walking away. Dat is wat moet gebeuren. En uiteindelijk komt dat met poen ook wel goed. Maar nogmaals, de ironie is dat als jij dus zelf vasthoudt aan iets, wordt het je afgenomen. Een extra boodschap van Moeder Maria. Compassie. Vergeving. Is vorige keer in de video naar voren gekomen. Ik zie het standpunt van de ander en kan dat invoelen met vergevingsgezindheid en vriendelijkheid. Ook de persoon die jou bestolen heeft, hè, als je daarin herkent. Zie het standpunt van die ander. Die persoon die heeft heel veel angst voor verlies van de zekerheid. En dat baseert die persoon dan ook op geld en bezittingen. Maar in feite is het ook een spiegel voor deze magier. Ja, want die blijft ook ergens aan. Dus zie het, vergeef het jezelf, vergeef het de ander. En heb er compassie voor, ook voor jezelf.
compassie. Deze kaart is een engel die je komt opbeuren in de manier waarop je naar je huidige situatie kijkt. En naar de betrokken mensen, inclusief jezelf. Jij bent een gevoelig persoon. Je bent beïnvloed door negativiteit van anderen. Ja, heb je hem. Kijk, zie je? En dat maakt dat je gevoelens en je denken vertroebeld zijn. Kijk om je wereld weer lichter te maken naar situaties door de ogen van moeder Maria. Kijk, ja, ik zie deze een beetje ook, hè? De balanskaart. En de engelen. Kijk, zie je, dit is een engel. Weet dat zij en jij doen wat zij kunnen. Ook al maken we fouten, uiteindelijk wil iedereen hetzelfde, vrede en liefde. Deze kaart roept je op een vredestichter te zijn in deze situatie en het eerste gebaar te maken in de richting van een harmonieuze oplossing. Door vrede en liefde te delen ben je een zegen, helend voor de situatie en je gevoel van eigenwaarde zal groeien. Nou, vergis je niet dat je dus vrede moet sluiten met degene die niet goed voor je is. Want dat wordt niet gezegd. Ja, want dat is een oud patroon, dat je het goed maakt met degene die niet goed voor je is. En dat wordt hier niet bedoeld. Vergeef de persoon wel, vergeef jezelf, maar ga weg uit een situatie die niet goed voor je is. Enthousiasme. Ja, kijk, en volg het pad van datgene waar ik de meeste passie voor voel. Daar is deze persoon ook al steeds naar toegeleid. Voel wat jouw passie is. Wat is je passie? Dat moet je volgen. Daar moet je naartoe gaan. En niet vasthouden aan iets van een oude zekerheid. Kijk, enthousiasme. Het antwoord op je vraag waar jij je op zult focussen vind je door je af te vragen waar jouw echte diepe interesse ligt. Welke dingen raken jouw ziel? Nou, kijk, dat je wil gelijkgestemde met gelijkgestemde zielen zijn. Je wil die liefde ervaren. Dat ligt hier ook. Wat zijn je passies en je enthousiasme? En dat geeft je energie en de motivatie om dan ook moedig actie te ondernemen. Enthousiasme is aanstekelijk en maakt dat ook anderen gestimuleerd worden en zich goed voelen. Moeder Maria vraagt je dringend om je licht helder te laten schijnen. Laat de mensen om je heen weten wat jouw dromen zijn, jouw doelen, jouw hoop en je aspiraties. Laat een brede lach zien, deel je gevoelens en wees echt open en bereikbaar, zodat de hemel en alle mensen met je mee kunnen gaan in je enthousiasme. Nou, nogmaals, deze is veel meer bedoeld, dus ook voor de mannen die in een karmische relatie zitten, die destructief is. Meer gebaseerd is op veiligheid, geld, bezittingen. Ja. Wat ga ik nog meer doen? Ik ga nog wat schaduwkaartjes doen. En dan afsluiten met met het pad van liefde. Oeps. Even kijken. Oh ja, deze eerst maar eens. Kijk. Er is iemand die, en dat is deze. Dat is de vampire. Dat is degene die nog van de karmische relatie die de ander uitput. Depleting others for your physical survival. Dus anderen uitputten voor jouw eigen overleving, psychische overleving. Chronic complaining and codependency. De een is nog afhankelijk en zuigt de ander leeg. Het is de ander uitputten voor je eigen psychische overleving. Dat is het precies. Dat is degene waar je van weg moet. Je lichtkant is dat je gewaar wordt dat someone or something is draining your life force. Dat je je bewust van bent dat er iemand in jouw omgeving is die jouw levensenergie uitput. Ga ervan weg. Loop, walk away. Want dit schept
Heel veel narigheid. Kijk, de judge. Dus de archetype judge. Wat gebeurt er? Deze persoon is heel erg kritisch. Die offering only destructive criticism. And misusing business, legal or criminal authority. Misusing. Stealing. Het is oneerlijk. Dat is de schaduw. En destructieve kritiek. Dat komt hier ook naar voren. In je lichtkant balanceer je dat. Justice and compassion. Gerechtigheid en compassie. And managing the fair distribution of power. Dus dat je de eerlijke distributie van kracht managt. En daar is niks mis mee. Je moet zelf ook je eigen judge zijn. Wat is rechtvaardig? Wat is justice om nu te doen? Het kan nooit gerechtigd zijn dat jij toelaat dat jouw levensenergie dat verminderd wordt. Dat is geen justice. Zorg dat er justice in jouw eigen leven komt. Oké, ik ga afsluiten met de nog één schaduwkaartje. Ik krijg tussendoor nog even ingegeven dat ik nog één schaduwkaart moet doen. Dus dat doe ik zo maar even. Oh, die schiet wel weg. Oh, ja. Archetype hedonist. Ja. And indulges at the expense of others. Dat wil eigenlijk zeggen dat je de ander verwendt. Ik zal even het boekje erbij, want het is een beetje lastig. Het is indulges ook weer. Ik heb het opgeschreven. Toegeven, verwennen, ja. Dat je ook... dat je de eigen plezier hebt. Pleziertjes najaagt ten koste van anderen. En ten koste ook van je gezondheid. Dat kan een vluchtroute zijn. Dat kwam de vorige keer ook naar voren. Pleziertjes najagen. En dat kan dan een vluchtroute zijn van je ego om niet een besluit te nemen. Pleziertjes najagen. Dat je daar ook aan toegeeft. En jezelf daarmee verwendt. Maar daarmee compenseer je eigenlijk een situatie wat niet goed zit. Dat je dat dan dus ook niet je eigen gezondheid nastreeft. Ja, dat is het. Ten koste, indulges at the expense of others. Verwennerij ten koste van anderen. Kan ook, hè? Dat die ander je verwendt. Ik moet ineens denken ook wat mijn moeder altijd doet. Hè? Heel veel de ander maar verwennen. En daarmee weer de boel goed maken. Van alles geven. Waarmee je eigenlijk afhankelijkheid in stand houdt. Dat wordt hier ook mee bedoeld. De lichtkant is dat je viert, de beauty in jezelf viert. En dat je de energie hebt, creatieve energie hebt, om de goede dingen in het leven te omarmen. Maar niet dat je daar, zeg maar zo, met verwennerij en pleziertjes najagen. Eigenlijk ten koste van anderen. Maar daar zit dus ook een verborgen agenda bij. Het laatste
Kijk, want dat die voelde ik ook. Het is iets met een de queen. Een onderdrukte vrouwelijke energie. Het is een vrouwelijke energie. Een vrouw die haar vrouwelijke energie onderdrukt heeft. Waardoor er meer de mannelijke energie naar voren komt. En dan wordt iemand controlling en demanding. En wordt dan arrogant als de autoriteit wordt uitgedaagd. Dus ja, dat is het precies. Daarom ligt dat hier ook de man met de hart op de kop. Het gaat dus om een vrouw in die ongezond mannelijke energie die haar eigen vrouwelijke energie onderdrukt. Dus de zachtheid in zichzelf onderdrukt. En dan wordt ze heel erg kritisch, gemeen, controlling, demanding, veel eisend, andere uitputten. Nou ja, dat. Nou, dat was het qua schaduw. En de voorvaderen. De voorvaderen. Je spirituele groei wordt nu erkend en gezien door de hemelse wezens die verder dan tijd en ruimte in de werkelijkheid van je ziel kijken. Verlies de moed niet als je spiritueel... Als je spiritualiteit nog niet volledig erkend, begrepen of gewaardeerd wordt door de mensen om je heen in de fysieke wereld. Daar, ja, dat is dan ook zo. Daarom moet je bepaalde mensen ook achter je laten. Kijk, en, dan komen die gelijkgestemde zielen. Hoewel ze waarschijnlijk van je houden, is de kans groot dat hun gezichtspunt nog steeds gebonden is aan tijd en ruimte. Ze hebben geen zicht op de waarachtige vooruitgang die je in de subtiele werelden hebt geboekt, waar alle echte spirituele groei begint. Dus proberen de voorvaderen contact met jou te zoeken en sturen deze boodschap. We zien jou, liefste. We respecteren je groei. Deze is echt en tastbaar en binnenkort zal deze zich volledig en met een adembenemende schoonheid in de fysieke wereld openbaren. Wij respecteren jouw licht. Namaste. Deze kaart vertelt dat je een sprong in je persoonlijke groei hebt gemaakt. Als je die nog altijd in de fysieke wereld aan hebt. Uitproberen bent in een poging om je innerlijke veranderingen in uiterlijke ervaringen te vertalen, let dan op. Het is slechts een kwestie van tijd voordat je in je fysieke wereld terugziet wat je in jezelf geworden bent. En je zult dit ook opnieuw weerspiegeld zien in de ogen van de mensen om je heen in een heilige relatie. Wauw. Het is dus tijd om de stap te zetten. Ik wens je hier een beetje zonneschijn. De dag na het regen. Ik geef je een knuffel van verstandhouding. Als het leven gevuld lijkt te zijn met pijn. Ik begrijp deze emotie. Zoals wind die alle kanten opwaait. En onze koers zal steeds duidelijker lijken. Met de dageraad van iedere nieuwe dag. Nog eentje. En dan stop ik ermee. Die. Kosmische vlinder. De kosmische vlinder. Ja, vlinder uit de pop. Ja, zie. Je wordt herboren uit de pulserende baarmoeder van de goddelijke moeder. Vol van haar creatieve kracht. Onderga je een gedaantewisseling terwijl jij leeft. Het is je heilige taak om zekerheid ten gunste van openheid op te geven. Zie je wat ik probeerde te zeggen? Op door het proberen te geven. Voor deze persoon is die moet zich gaan openstellen. Je heilige taak om jouw zekerheid, wat je steeds hebt aan hebt vastgehouden, om nu open te stellen. Nou, je heilige taak. Om de banaliteit van je dagelijks leven te aanvaarden, terwijl je toegeeft aan de grootsheid van je wezen, om je open te stellen voor het goddelijk licht, dat in een hele hoop vormen door jou heen stroomt en daarbij eindeloos schept, vernietigt en weer schept. Het leven tiert welig in jou. Misschien lijkt het op dit moment nog niet stabiel, maar het zal zeker opwindend worden als je weer in een andere cyclus van hergeboorte belandt. Laat dit leven lijken als je vermeerdere levens in één leidt. Je kunt tijdens dit leven oog in oog komen te staan met de volledige menselijke ervaring als je daarvoor openstaat. Dit is het verlichte pad bewandelen en het hele leven omarmen.
Je hebt het voor jezelf gekozen en wordt hiermee gezegend als een mogelijkheid in dit leven. Waarom laat jezelf niet afbreken en door de werking van de natuur herboren worden? Een ander leven binnen dit leven wenkt je nu toe. De boodschap van deze kaart voor jou is dat als je leven aanvoelt alsof het uit elkaar dreigt te vallen, je moedig moet zijn, omdat het uit elkaar valt, om op een nieuwe manier weer samen te komen. Je ondergaat een hergeboorte zoals de vlinder in een pop. De pijn en de vreugde, het gevoel van sterven en springlevend zijn, kunnen allemaal in de rustige ruimte van je hart vastgehouden worden. Geef je over aan wat je nu aan het worden bent. Besef dat wat je achter je laat slechts een schelp is die ooit je nieuwe, snel ontwikkelende ik bevatte. Het gefladder van vlindervleugels streelt de stilte van mijn gedachten en wekt gevoelens op die door mijn aderen stromen. Zoals het lied van de walvis naar de diepten van de oceaan. Er borrelt kennis en verwondering in mij voor wat nog moet worden. Dankjewel voor het kijken. Heel veel liefs en allemaal een heel erg gelukkig 2021. Bye bye.